Hè? Hier staat alweer dat jongeren over het algemeen minder naar de stembus gaan. Is dat zo? Is het dan echt zo slecht gesteld met de politieke betrokkenheid onder jongeren? Dit is onze school, het Willem Lodewijk Gymnasium. En wij zijn Noah, Marit en Claudia. En voor ons profielwerkstuk hebben wij de politieke betrokkenheid onder jongeren onderzocht. En dit is onze begeleider Michael Kruiper, maar hij kon niet bij de opnames zijn. Onze onderzoeksvraag is daarom ook: in hoeverre zijn jongeren politiek betrokken en hoe kan deze politieke betrokkenheid worden vergroot? Uit ons onderzoek is gebleken dat politieke betrokkenheid kan worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren, namelijk politieke kennis, politieke interesse, politieke participatie, politiek vertrouwen, politiek zelfvertrouwen en politiek cynisme. En politieke betrokkenheid kan worden beïnvloed door de huiselijke kring, het onderwijs en de media. Voor ons onderzoek hebben wij een enquête gehouden onder 205 jongeren uit 5 en 6 VWO. Ook hebben we gesproken met verschillende deskundigen over dit onderwerp. Onder wie hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, Tom van der Meer. Politiek verslaggever van de NOS, Vincent Rietbergen. En onze minister-president, Mark Rutte. Uit ons onderzoek blijkt dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met de politieke betrokkenheid als in veel onderzoeken wordt geclaimd. Onze respondenten scoren namelijk op alle indicatoren ruim voldoende. Maar de politieke betrokkenheid was nog niet optimaal en dus hebben we gekeken naar hoe we dit zouden kunnen vergroten. Er blijkt een grote rol weggelegd voor het onderwijs, de politici zelf en de huiselijke kring. Zo zie je maar weer. Politiek begint thuis aan tafel.